Schat, ik ben er. Ga even zitten. We moeten praten. Wat is er? Ik weet niet zo goed hoe ik moet beginnen. Wat is er dan? Ik heb een beetje een rare dag gehad, maar... En word alsjeblieft niet meteen boos. Maar ik ben zwanger. Zwanger? En het is niet wat je denkt, echt niet. Het was een hele rare dag. Zwanger? Waar heb jij het over? Ik snap het zelf ook allemaal nog niet. En ik kan het zelf amper geloven, maar... Wij worden vader en moeder, Jozef. Van Gods zoon. De zoon van God, vader en moeder? Waar heb jij het over? Wat is dit voor onzin? Wat vertel je mij hier eigenlijk? Ik snap het allemaal zelf ook niet, Jozef. Echt niet. Ik snap het allemaal zelf ook niet. Ja? En wat moet ik hier dan van snappen? Maria? Ik vraag het je nog één keer. Wie is het? Ik heb je niet bedrogen, Jozef. Echt niet. Er is geen ander. Jozef, waar ga je naartoe? Ik heb met mijn oren dicht naar jou geluisterd. En ik hoorde niets bijzonders aan je stem. Toen je al die lieve dingen hebt gefluisterd, dacht je hoogstwaarschijnlijk elke keer aan hem. Ik heb bewusteloos naast jou in bed gelegen en ik heb niet eens een aarzeling gevoeld. Toen ik je lichaam zonder passie zag bewegen, omdat je passie voor een ander was bedoeld. Het ontbreekt me aan de moed om jou te vragen of die ander tussen ons is ingaan staan. Ook al voel ik mij vernederd en verraden, ik ben doodgewoon te bang dat je zult gaan. Ik heb met mijn ogen dicht naar jou gekeken en ik weet niet meer of ik je nog wel ken. Want mijn zekerheid is voor de angst geweken, dat ik eigenlijk een vreemde voor je ben. In deze leugen moest belanden, heeft me niet alleen verward, maar ook verwond. Want je lijf is aangeraakt door vreemde handen en er zaten vreemde lippen aan je mond.